Nee. De bibliotheek was vroeger een plaats om te studeren. Wat wij geprobeerd hebben is daar een ontmoetingsplek van te maken, veel meer. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor de studenten. Maar ook dat we daarmee aangeven dat we het belangrijk vinden dat studenten naar hun zin hebben. Een ruimte waar ze optimaal kunnen studeren, maar ook kunnen vertoeven. Even kunnen ontspannen. De ruimte wordt als goed ervaren, dat weten we ook. We hebben gekozen bijvoorbeeld voor goede bureaustoelen, niet van die houten stoeltje, keukenstoelen. Nee, goede bureaustoelen, die student wil goed studeren. Zelfs onze klanten en het goed resultaat. Van de student is ook weer een goed resultaat voor de universiteit. Medewerkers zijn ook heel tevreden. Mensen hechten ze ook vaak hele oude gebouwen. Dat is hun liggen hun roots. Uiteindelijk blijkt van dat dit pand ook heel fraai is en dat ze heel graag werken. Maar het moest vooral, dat zeg ik al, het moest vooral een pand worden met uitstraling. Waarbij ook de gemeente Utrecht zei van dit is voor ons een prachtige mooie aanwinst in die binnenstad van Utrecht. Dat is een van de uitgangspunten geweest. En vooral het terugbrengen naar de originele staat. Nee, het opdracht aan de architect was om het pand zodanig in te richten dat de originaliteit bleef, maar dat er wel een originele, maar ook een hele specifieke, moderne architectuur werd gehanteerd om het pand opnieuw in te richten. Nou, het moest zo zijn dat de originele ornamenten en onderdelen van het pand volledig zichtbaar bleven, maar daarnaast een moderne architectuur met een zeer efficiënte, multifunctionele studieruimte. We hebben een grote enquête gehouden onder de nieuwe bewoners van deze bibliotheek. Er zijn een flink aantal punten, een kleine 40 uitgekomen wensen van de studenten. En die hebben we op 3-4 na bijna allemaal kunnen realiseren. Een van de vragen was bijvoorbeeld groepsruimte, samenwerkingsruimte. Die hebben we goed kunnen realiseren. Maar ook wifi, voldoende wifi. Want toen we begonnen met de bouw, nam wel als een student een laptop mee. Maar nu komt de student binnen met en een iPad en twee smartphones en ook nog een laptop. Dan moet je wel een installatie hebben die dat aan kan. Dus dat zijn heel belangrijke onderdelen. Maar ook goede verlichting. Goede conditionering, dat ook zomers als studeren, dat het geen benauwde ruimte wordt, want zomers zit hij echt heel erg vol. Een student studeert niet het hele jaar, maar meestal in een week voordat hij tentamen heeft. Ja, dan hebben we altijd tekort studieplekken. In theorie is het zo dat het hele jaar door er altijd ruimte en studieplekken beschikbaar zijn.